Zoals jullie weten hebben we vorige week een super lancering gehad met leuke producten. We zijn hier vandaag in de showroom van Matrix en ik ga met jullie deze producten even doorlopen. We gaan van start met onze side tray clamps. Een soort klem die je kan bevestigen op onze side trays. Zoals jullie kunnen zien gaat dat heel vlot. En ze zijn ook voorzien van onze quick release, waardoor ze heel snel monteerbaar zijn. Wel belangrijk, deze passen enkel op onze standaard side trays en onze self-supporting side trays. En eigenlijk ideaal om zoals hier bijvoorbeeld een fishclicker op te zetten of eventueel een steuntje om je feederhengel, eventueel om je topsetsteun op te bevestigen. Eigenlijk elk soort onderdeel kan erop bevestigd worden. Het volgende product dat ik aan jullie ga voorstellen is de seatbox waar ik momenteel op zit. De XR300 Pro Graphite Limited Edition. Het is eigenlijk een limited edition van onze vorige XR Pro seatbox die we hier in het geel of het lime en het zwart hebben. Deze is in een nieuwe grafietkleur in een oplage van, zoals het product ook zegt, 300 stuks. Ik heb het genoegen om hier momenteel op nummertje 1 te mogen zitten, maar willen jullie een kist zoals deze, dan ga je heel snel moeten zijn. We staan hier bij ons nieuwe Matrix Wintersuit. Een pak dat bestaat uit jas en salopet. Beide voorzien van onze nieuwe thermafoil. Een soort voering die ervoor zorgt dat je lichaamswarmte niet kan ontsnappen en je dus veel warmer zal houden in die koude wintermaanden. Zowel de zakken in de broek als in de jacket zijn voorzien van onze Sherpa. Dus heel warm om je handen bijvoorbeeld in te kunnen wegsteken. We hebben deze van maat S tot 4XL, dus in alle maten beschikbaar. En ongeveer half oktober zal deze leverbaar zijn. Ons vorige wintersuit was super warm. Maar ik denk dat deze nog een pak warmer zal zijn, aangezien het neusje van onze collega hier al begint te smelten. De volgende producten die we gaan voorstellen zijn een beetje kleiner materiaal, maar we gaan starten met onze gripper rest en onze slider rest. Dus eigenlijk twee nieuwe hengelsteunen voor het feederen. Het verschil tussen de twee is dat deze met kartelingetjes zijn en ideaal is bijvoorbeeld de commercials of de rivieren om je hengel goed stevig vast te zetten. Anderzijds hebben we onze sliders die meer zijn voor het twitchen van je aas of voor het feedervissen op het kanaal, wat daar ook ideaal is natuurlijk. De gripper rest hebben we in 12 cm en in 22 cm lengte. En onze slider hebben we in 22 cm en in 40 cm lengte. Dus eigenlijk twee nieuwe soort hengelsteunen, ideaal voor het feedervissen. Dan gaan we over naar onze catapult case. Een nieuwe case waar eigenlijk tot 10 catapulten we kunnen ingestoken worden. Zoals jullie kunnen zien, mooi opgeborgen. Ook waterdicht, transparant om te kunnen zien wat er allemaal in zit. Dus een ideale gadget om mijn catapulten mooi in op te bergen. Zowel de catapultcase als onze nieuwe feedersteunen zijn voorradig momenteel, dus kunnen al besteld worden. Een leuke accessoire die erbij gekomen is, zijn onze drie accessoireboxes. We hebben er eentje met één compartiment, eentje met vier compartimenten en hetgeen ik vast heb met acht compartimenten. En eigenlijk de ideale accessoirebox om alle kleine accessoires die jullie hier zien hangen, kunnen in opgeborgen worden. Ze sluiten magnetisch, dus super handig. En ze zijn ook waterdicht. Dus ideale boxjes om al jullie klein materiaal in op te bergen. Ze passen ook in onze seatboxes, in onze deep drawer unit. Dus ze kunnen eigenlijk ideaal worden opgeborgen ook. In het gamma ook twee nieuwe paraplu's. Een Pro Overbrolly en een Pro Space Brolly. Hier bij mij de Pro Overbrolly, die 115 cm diameter is. Gemaakt is van 100% polyester en geleverd wordt met een extra lange steel, wat dus ideaal is voor het vissen met de vaste hengel. Zoals jullie achter mij kunnen zien, de Pro Space Brolly. Zelfde afmetingen, dus 115 cm diameter. Ook gemaakt 100% polyester, maar die wordt geleverd worden met haringen of haken. En dus ook als bijvoorbeeld windscherm kan gebruikt worden en zich iets meer leent om zowel voor het feedervissen als het vaste hengelvissen te gebruiken. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we onze Aquas hengelserie volledig geüpdate en eigenlijk enkele series volledig uitgebracht voor de feeder en de waggelvisserij. Ik ga ze kort even uitleggen. We gaan starten met onze Ultra C-serie. Dus eigenlijk vier hengeltjes van 8 tot en met 11 voet die zich vooral lenen voor het commercial vissen. En zoals jullie hier ook kunnen zien, de ideale combinatie om een Aquas 3000 op te combineren.
Dus prijs-kwaliteit verhouding, ja, een super hengeltje om, om op die commercials, die carpers aan te gaan. De volgende in de serie is eigenlijk onze Ultra X-serie. Drie hengels, 3,3, 3,6 en 3,8 meter. En deze lenen zich vooral voor het feedervissen op openbaar water, op medium afstanden en niet al te zware gewichten. Dus eigenlijk een beetje een allround hengel voor de kanaalfeedervisserij. Dan komen we eigenlijk tot de iets zwaardere hengels, onze Aquas Ultra D en XD serie. Beide in drie verschillende lengtes. En die zich vooral lenen tot het vissen op langere afstanden, om zelfs die 100 meter en verder aan te kunnen. En natuurlijk ook zware gewichten en zware korven. En zoals jullie hier kunnen zien, ook een ideale combinatie met onze nieuwe Aquas Reel, de 5000. Dus een ideale hengel om op die zware rivieren met die grote gewichten, die leuke brassems of eventueel barbeeltjes aan te gaan. En om de serie te eindigen, hebben we natuurlijk ook onze waggelers niet vergeten. En we hebben hier een 11 en een 13 voet waggeler toegevoegd. Dat zich ideaal leent om het visselen met de pellet waggeler bijvoorbeeld. Of die 13 voet ideaal om matchfishing te doen op bepaalde afstanden, op witvis, eventueel kleine karpers en dergelijke. Dus hebben jullie interesse in deze serie? Ga zeker eens op bezoek in jullie hengelsportwinkel. Neem ze eens vast en ideaal om zo de juiste keuze te maken welke hengel jullie in jullie foedraal hebben binnenkort. We zijn toegekomen aan het pronkstuk van deze lancering, namelijk onze Power Transportcar. Iets waar heel veel vraag naar was. En het dagenlang sjouwen met al het materiaal op onze car naar al die plaatsen waar we maar willen, is vergeten met deze nieuwe transportcar. Onze Power Transportcar is voorzien van vernieuwde en verstevigde zwarte handvaten. Gemakkelijk te bedienen met onze duimcontroller, waar een display aan verbonden is natuurlijk. En op het display kunnen we zowel de snelheid, de accuniveau en de afgelegde afstand zien. En we kunnen de snelheid van de kar instellen op drie verschillende snelheidsniveaus. De kar is zoals jullie kunnen zien ook voorzien van een supergrote tas waar heel veel materiaal in kan opgeborgen worden. Vooraan de kar hebben we onze twee aangedreven voorwielen die tevens ook luchtbanden zijn. En natuurlijk onze accu, onze powerbox, die is geïnstalleerd onder de kar en die super gemakkelijk afneembaar is om natuurlijk te kunnen gaan opladen als het nodig is. Zo, we zijn weer al bij het einde gekomen van de voorstelling van de producten. Ik hoop dat jullie even enthousiast zijn als mezelf om deze producten binnenkort in de winkel te zien. Dus ga zeker jullie hengelsportwinkels eens bekijken om onze nieuwe producten te kunnen zien liggen in de winkel. En hou zeker onze social media in de gaten voor meer info rond de producten. Video's van mijzelf en van onze collega's natuurlijk. En veel plezier met de nieuwe producten aan het water binnenkort.